Hallo, guten Tag! Neues episode, Mega Modded Ark in de Center, jongens. Goed dat je kijkt. We zijn weer aanwezig. Ik logde in. Ik dacht even dat ik al mijn dino's kwijt was, maar die ook nog daar staan, gelukkig. We gaan gewoon beginnen met de simpele taken natuurlijk. Even het overhuizen, maar eerst wil ik even vragen. Hey Peter, hoe gaat het met je? Goed, oké, mooi. Fijn om te horen. We hebben je ome Peter weer helemaal ready. En we hebben tante Annie. Tante Annie, ome Peter, jullie gaan mij vandaag helpen. Om ten eerste toch even die overhier te fixen. Maar ten tweede, jullie gaan mij helpen om naar de excellent tier te gaan, oké? En ik wil geen tegenspraak, ome Peter. Ome Peter heeft er een handje van, jongens. Dus die is zo chagrijnig altijd, hè? Petertje? Niet doen, hè? Dit is omdat ik nog geen zweep heb gemaakt. Alright, ja, er zijn nog meerdere dingen waar ik me even mee bezig wil houden. Of over wil ontfermen. Net als wat tante Annie was. Nee. Je hebt de... Ja, oké. Okay. Er is een soort van sorteersysteem voor items. En dat is super handig. De corebox. Oké, die wil ik even checken. Well, hold up. Oké, we gaan even dingen één voor één afwerken. Want we hebben natuurlijk heel veel mods erin zitten. Heel veel engrams. Noem maar op. Dus dat gaat dan automatisch... Ja, moeten we dat eigenlijk even... Dat heb ik ook in het begin gezegd. Even per level ontdekken. Want je level natuurlijk vrij snel. Deze vind ik ook heel belangrijk. De Imbue en Upgrade Station. Die moeten we even maken als dat kan. Want daarmee kunnen we het tameproces ook een stuk makkelijker maken. Stel, we kunnen een crossbow hebben die Ascendant is. Vernaas! King of the Castle. King of the Castle. Weet je wel? Oké, en dan moet er dus ergens een sorteersysteem zijn. We kunnen een tempel maken. Oh ja, de Kaiju Tempel. Icons to use for... Oké, wacht. Die wil ik ook gewoon maken. Die wil ik hier gewoon hebben op mijn eiland. Ik sprak Jamie dus nog, hè. En hij zei dat hij gereed was door NPC's of zo, of door gastjes. Dus daar moet ik ook over oppassen. Maar daarom ben ik misschien ook wel blij dat ik op deze locatie zit. Deze epic locatie. Oh my god. Craftman. Jongens, check even G-Portal in de beschrijving. Links er bovenaan. Als jij daar iets van aanschaft, dan krijg je nog 5% korting namens ons. Als je dat een keer hebt gedaan, volgens mij niet meer. Dat is eenmalig. Maar ik kan wel vragen of ze het een keer willen resetten misschien. Volgens mij moeten ze dat wel kunnen. Dat iedereen gewoon altijd... 5% korting krijgen als ze een servertje huren. Dat zou toch wel een stuk lekkerder zijn, hè? Oh man, deze dingen geven loot, jongen. Bro, 10k chitten. 11. 103 black pearls ook. Wow, dit is black... Oh, dit. 126 black pearls, epic. Oké, wacht. Deze tempel wil ik nou eerst even neerlaffen. Is die groot? Nee, niet per se. Oké. Oh, dit is echt een stuk Ark Temple. Oké, ik vind het wel suspicious eruit zien. Ik kan er nog niks mee voor mijn gevoel. Ik kan er niet mee interacten of zo, man. Ik weet niet hoe dit... Ik kan alleen set pincode. Wat raar. Ik zou erin moeten kunnen, denk ik, toch? Dus heb ik er gewoon niet goed staan of zo? Zou dat zijn? Tempeltje. Hoe vinden jullie de video's trouwens, jongens? Vinden jullie het tof? Leuk om te volgen? Ik zie heel veel comments voorbij komen dat ik mijn planten water moet geven. Wat ik trouwens wel echt moet doen nu ik erover nadenk. Dus thanks voor de reminder, boys. Die hebben dus gegarandeerd mijn vlog gekeken. Ook dat. Super, nou, oké, ik kan hier gewoon niet in. Maar ook qua video's, ik zit hier even te kijken. De meeste zijn wel rond de, ja, 20 minuten ongeveer. Iets langer, 20, 26 minuten, zoiets. Is dat een mooie tijd, hoor, nou? Laat het me even weten. Oké, dus de tempel hebben we. Dan zijn we voorbij de level 10 engrams. Een whippy en een reusable flare, ja. En hier hebben we een runic wyvern armor chip. A small basic chip for your runic wyvern that inserts under its scale. Het is een soort van armor gewoon. Oké, dus runic wyverns zijn eigenlijk best wel laag level. Wat is dit dan ook? Slow down. If you feel dino speed too fast, use it for minten... Oh, ga je langzamer van? Oké. Zou niet weten waarom je dat zou willen. Dino growth boost potion. Super nice. Dino baby, turn your adult dino to a baby. Wat? Waarom zou je dat willen? We'll make you... Oké, dan gaat hij in ieder geval sneller. Clear the food, dat is super handig. En dat kost rare flowers en rare mushrooms, oké. Imprint, 100% imprint. Oké, dit zijn allemaal wel chille dingen. Die melk, die heb ik ook wel, die je ervoor nodig hebt. Oh, gewoon... Oh, ziek! 5% HP. Oh, dit is chill, man. We hebben gewoon health potions. Excellent essence, die kunnen we nog niet. Hier kunnen we nog niks mee, maar deze kunnen we wel maken. Deze zijn best wel cheap, man. Cook meat, raw meat. En descendant essence heb ik superveel. Er zijn wel echt heel veel dingen, man. Echt heel veel. Ik denk dat ik deze dingen vooral moet hebben. Zoals dit bijvoorbeeld. Zou ik het daar... Oh, een crane. Crane, we use to unload resources from creatures and then distribute them. Oké, ik denk dat dat de... Ja, dat dit het gedeelte is waar ik naar op zoek was. Orbin, een barrel, daar kunnen dingen in. Een bucket kunnen dingen in. Vaas kunnen dingen in. Meat rack kunnen dingen in. Ja, ik denk dat het dit allemaal is, man. Het lijkt er wel op. Het lijkt er wel oprecht op. Oké, en een wall rack, daar kan hide. Oh, vet. Daar gaan er gewoon de vellen hangen, denk ik. Of niet? Een pallet. Ik hoop dat je het dan ook visueel ziet of zo. Dat zou wel ziek zijn. Oh, allows for quick deposit and distribute to other storage containers. Een dropbox. Super nice. Een pantry. Is dit een soort van cool cell? Can we place on and provide preservation of perishables? En een schuur. Ja, dit is vet, man. Dit is wel echt heel vet. Oké. Ik kan dat hier niet maken. Oh, dan moet dat misschien in de CS-smiddy. Ik denk dat dat het is. Hallo jongens. Hallo. Welke is de CS? Jij bent de CS. Oké, een crane. Wat heb ik net te weinig?
Fiber en metal, denk ik, of niet? Ik heb sowieso niet te weinig fiber, maar hè. Alright, een crane kunnen we dus maken. En een dropbox kunnen we maken. Ah, oh, vet, man. Dan kunnen we dat... Moeten we dat op een foundation neerzetten, of niet? Hele goede vraag. Ja, ik moet dus echt even mijn inventory leger maken. Ik wil ook dus die dingen van de andere kant hier naartoe gaan verhuizen. Moet gewoon allemaal gebeuren, weet je wel. Maar ik vind het ook wel gewoon lachen om dat uit te zoeken hoe dat werkt qua systemen en noem maar op. Hier een kraantje papi. Misschien moet ik daarvoor extra foundations even plaatsen, anders gaat het denk ik er heel gek uitzien. Het kan... Oh, het kan wel hierop. Oké, nou, dat is op zich wel chill. Dan kan ik het hier wel gewoon neerzetten eventueel. Het is ook vet om zo'n ding weer de haven te hebben. Daar hoort het of zo een beetje thuis. En we kunnen er altijd nog meer maken. Alright, dan de dropbox. Ja, die moet ik eigenlijk wel even ergens buiten neerzetten. Kan ik die niet hieronder neerzetten of zo? Alright, deposit. Wow, oké, al mijn resources zijn hierin gedaan. Wow, oké. Dus dit is een beetje vergelijkbaar met die tech. Hoe noem je die dingen ook alweer eens? De storage dingen. Tech storage. Maar dit is dan niet verdeeld, denk ik. Distribution menu. Oké. Ja, het kan deze kanten op. Smithy, crafting station, bedside table. Is dat het? Oh, dit, ja, metal kan dus bijvoorbeeld naar de forge, de crane... Oh, dat kun je hier allemaal instellen. Dat is werk even. Ja, het is wel, dit is wel gewoon oprecht. Je doet dit één keer. En daarna hoef je dat nooit meer te doen, zeg maar. Dat is wel heel, ja, heel fijn natuurlijk. Ik moet alleen even dus de overige dingen maken. Oké, die maken. Small box, ja. Orbin, die kunnen we ook nog even checken. Let's go. Ik weet dus nog niet helemaal hoe dit werkt, maar ja, we gaan het gewoon even checken. Het lijkt me sowieso wel vet als een soort van decor pieces, weet je wel. Oh, dit is echt heel klein ook trouwens. Dat zijn vooral van die dingen die je een beetje buiten neerzet of zo, lijkt mij. Moet ik hier nou iets opzetten? Ik wacht, what the fuck. Oh, deze wilde ik hebben. Maar deze... Huh? Oké, dit is een meat rack, maar die kan ik dan weer nergens opzetten. Dus moet dan weer gekoppeld worden aan iets. Oh, nee. Ik weet niet hoe dit werkt. Hallo, help. Zo, mooie barrel. Wat zit daar dan in? Vooral de gasoline, oké. Oké, gasoline barrel. Ja, dat is wel vet, want het beginnen al echt gewoon details te krijgen. Dat is wel dope. Alright. Ja, sorry jongens, ga niet te lang bouwen en zo hoor. Ik weet dat het de vorige keer heel lang duurde. Oké, deze hebben dus nog geen plek om naartoe gedistribueerd te worden. Het is zo klein. Oh, die kunnen hierin. Oh, die baskets, die kunnen daarin. Oh, dat is wel lachen. Maar ja, dan zit je met zo'n schap ook een beetje te kijken. Ja, wat moeten we daarmee doen? Gewoon hier op of zo. Wat gaan we hier op elkaar kan stapelen eventueel. Alright. Dat, het zijn best veel kleine dingen ook. Hier heb je een soort van laadbak. Ik denk want, ja, dat hier gewoon echt metalen stacks in komen. Ik zou het niet gek zijn om die hierin te zetten of zo. Oh, kijk! Ja! Oh, er ligt echt een treurige hoeveelheid in. Maar hij stapelt dus wel vol. Ik kan hier letterlijk een bak metaal maken. Oh, wat vet. Zo, echt sommige dingen denk je van... Ark, step up your game, brother. Waarom heb je dit niet zelf gedaan? Waarom? Ja, oké, ik weet alleen niet wat ik hiermee moet doen. Oh, requires a ceiling... what the fuck? Requires a ceiling rack. Shelf, wall rack. Requires a ceiling rack. Een shelf... En dan een ceiling rack. Ik snap hem niet. Shiny dino trekken. Oké, wacht eens. Oh, je kunt... Oké, shelves. En dan kun je daar een ceiling rack van maken. We beginnen het te begrijpen. Nou, ik zit om ding te temmen. Oké, dus een shelf. Ja. Een naas. Even een naas. Die. En dan... Waar we het ook zo'n jerk even leeg plukken. Kan dat? Oh, joh. Dit ding verdwijnt, jongen. Dit is toch zo raar. Oké, nou in ieder geval. En dan pakken we de shelf. En ik denk dat we dan... Oh ja, kijk. Ceiling rack. Oh, maar dat moet dan ook echt op een ceiling natuurlijk. Produce shelf, wall shelf. Oké, maar dit moet op een ceiling. Heb ik ergens een ceiling hangen? Niet echt ergens een ceiling, hè? Hallo? Nee, ik heb eigenlijk geen ceiling. Wacht, ik pak even een ceiling. Oké, ik heb hier één ceiling. Ik wilde hier niet te veel boven gaan hangen, maar ik zou het hier eventueel nog kunnen doen. Ik heb denk ik liever even zo'n ceiling of zo. Ja, dat is wel beter, toch? Maar niet te groot. Als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Zo, en dan nu de shelf. Ja, dan doen we nu dit. Oké, en dan kan ik hem eventueel ook zo in zo'n hoekje hangen. Tada. En dan... Ja, dan hangt hij. Ja, ik heb geen idee, man. Ik heb geen idee. Moet ik... gaat het goed? Fertilizer heb ik dus nog nergens er, ja, kwijt eigenlijk. Oh, ik had er nog één. Oh, nee, ik had een meat rack. Oh, dat moet daar dan weer aan. Hé? Hey! Lekker! Lekkere steekies. Oh, vet. Ik dacht dat daar gewoon de hightown moest gaan hangen of zo. Oh, ik vind het best wel tof. Ik ben al te lang hiermee bezig. Het spijt me, maar ik vind het wel lachen. Oh, dit is echt heel klein. Dit is echt heel klein. That's what she said. Maybe something happens if you put something inside. Oké, what do I need to put inside? I don't know how this works. No clue. Oh, ja, hebben we nog iets voor height of zo? Ik wil gewoon vellen zien hangen. Meat rack. Cooked. Wall rack. Is dat een white height wall rack of zo? Ja, en een fertilizer bin moet ik hebben. Glass jar. Daar heb ik vroeger filmpjes van gezien, dat kan ik niet vertrouwen. Nee. Nou ja, dit is allemaal kibbel.
Ik moet wel oprecht, dat is even een van de belangrijkere dingen nu. Ik moet wel oprecht even iets hebben voor fertilizers. Volgens mij is er niet echt iets dedicated voor fertilizers. Oh ja, 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 ja. Hide wall rack. Pelt en silk. Doen we die zo? En doen we zo. Oh, kijk, ja, je gaat alle hide nu stekken. Nice, man. I like it. Yes, I like it. I like it. Oké, ja. Fertilizers, pulled me. Ja, hier zijn dus nog geen plekken voor. Dat zou ik er nog wel uiteindelijk voor kunnen realiseren. Ik vind het cool, man. Ik vind het heel cool. Oké, jongens. We gaan even dus de stappen maken. Wij hebben nu eigenlijk Tante Annie. Tante Annie is gewoon een Descendant Phoenix, maar die kan wel killen. Oh, ja. Oh, ja. Oké, laten we even gaan naar deze plek. Want hier zijn nog wat dinos van mij verstopt. En ik denk dat deze ondertussen ook heel veel parels hebben. Wat is dit? Oh. Ik dacht een mega kill onder ze. De framerate is weer lekker, zoals we gewend zijn van Ark. Alright, hello brothers. Zo, ben je shiny, jongen. Hoeveel heb jij? Je hebt 500. En stoppen ze met een bepaald moment met stekken? Of is dat gewoon dat ik te ver weg ben? Ja, het lijkt alsof... Oh, ik ben niet zo. Nee, oh, nee, nee. Het lijkt alsof ze een beetje stoppen met stekken na een bepaalde tijd. Je hebt maar al je eitjes. Maar op zich, 1000 pearls elke keer. Ik hoef dus gewoon geen enkele keer parels te farmen om iets voor elkaar te krijgen. Dan mis ik alleen nog eigenlijk bij die... Ja, die crane en zo, die gaan niet, zeg maar, alle dingen hier uithalen, denk ik. Dat gaan ze denk ik niet doen. Maar, wow, hebben we nu wel echt al... Hoeveel parels hebben we nu? 5k erbij? Dat is echt insane veel, jongen. Dan kunnen we gewoon de elektronische kracht gewoon gaande houden. Oké, dan moet ik nu even deze dingen allemaal even mee verhuizen. Het is niet anders, man. Ja, die fertilizer moet ik echt een plek voor hebben. Misschien gewoon even een compostbinnetje maken. Kom maar mee, jongens. Het feestje hier is voorbij. Het feestje hier is voorbij. Ze laten geen tasjes achter, hè? Dus misschien houden ze wel gewoon de inventory. Dat zou wel nice zijn. Oké, ja. We gaan even dit doen. We gaan even dat doen. Even strijden. Hoppa. Ja, kom maar door. Even mee. Ik heb deze smiddies daar al staan. Maar dan alsnog. Oh ja, hier zit ook nog het een en ander in. Kom maar mee. Meekomen. Ja, die forges heb ik niet per se nodig eigenlijk. Ik zou ze in theorie hier kunnen laten staan. Neem ik alleen even de inhoud mee. Oh nee. Op dit moment vooral even de charcoal. Ook natuurlijk voor de gunpowder. Deze kan niet open ofzo. Dan maar zo. Ja, en dan gaan we toch even zo snel mogelijk naar een chemistry bench en alles toe bewegen. Dat is denk ik wel gewoon handig om te hebben. Nou, jij kan ook nog even mee. Hoppa. Ja man, gewoon even chemistry bench. Dan kunnen we echt even doorknallen. Imbue station dus ook even voor de upgrades. Dit is ook super handig. Maar ja, hè. We hebben in principe ook stroom inderdaad, ja. Fabricator kan lekker mee. Jup. En jij ook. Jup. En ja, dus ook die bed ook maar gewoon laten staan. Ja. Ja, dit is hem, Tante Annie. Niks meer aan doen, zeggen we dan. Niks meer aan doen. Oh, hopsakee. Tante Annie, we kunnen een farm gaan beginnen hier. Yeah, ik vind het wel echt een vet huis, man. Geeft me een beetje zo'n piraten-vibe. Maar, een beetje zo'n gekoloniseerde Caribbean-vibe, weet je wel? Dat is denk ik de juiste term. Ik weet niet of dat goed is. Volgens mij niet. Oké, heb ik iets van een fence? Railing moet ik dan eigenlijk hebben, hè? Railing. Alright, ik maak even de fence foundations en dan pak ik even de walls om daarmee mooi een soort van farm gedeelte af te zetten. Dump ik daar gewoon al die eggmakers in. Het is alleen even de vraag of ik aanleunend ga doen, want die dingen die maken me altijd een pokkenherrie, jongen. Daar heeft niemand zin in. Alhoewel, deze leek redelijk stil eigenlijk. Maar ik zou het kunnen doen voor nu. Dat wel een beetje de aesthetic van mijn huis verwoesten, denk ik. Misschien moet ik even wat foundations erbij halen. Als ik het kan laten connecten, doe ik dat wel heel graag. Dus ik hou dit denk ik maar even zo. Ik hoef ook geen mega groot gebied te hebben eigenlijk. Dit is denk ik al gewoon fijn. Dan fuck die fence foundation. Dan doen we het gewoon even lekker zo. Ja, heel veel walls, heel veel walls. Deze moet ik even hebben. Zo, zo, zo. Zo, zo, zo. Dus eigenlijk moet ik daar dan een soort van poortje in hebben. Maar dat is Minecraft toch echt net wat sterker in als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik aan. En dan gaan we even al die dodo's en zo gaan we hier neergooien. Dat is geen dodo. Oké, nou ja. Dat is ook zeker geen dodo. Oh nee. Ja, kom jongen, je moet toch echt even... Kom, lopen, loop. Ja, nee, nee, water is gevaarlijk, jong. Water is gevaarlijk. Oké, ja, nou mooi. Deze moet dan ook even weight levelen. Kan ik die fertilizer nog terug in doen? Oh, dat kan, gelukkig. Had ik niet ook al een nanny of zo, of niet? Ik ben even de weg kwijt. Oké, ik kan er nog uit, perfect. Gooi jullie even allemaal hier neer. En nu is het leeg, toch? Ja, nu is het leeg. Oké, lekker, man. Hey, ziek, jongens. Echt heel ziek. Gewoon, we hebben nu gewoon daadwerkelijk een woonplaat. Wat gebeurt hier met jou? Wat is er met jou? Ik weet niet wat jouw ding is nu. Ja, ben je gereset? Ja, jongen. Ja, joh. King of the Castle. Nou, eigenlijk moet deze. Je hebt nog ineens een naam? Oh mijn god. Maar aangezien er dus gewoon kaiju in zitten en Godzilla waarschijnlijk, moet jij eigenlijk Kong King zijn. Kong King. King of the Castle. Kong King. Kijk, dit is nu jouw tempel, man. Ga hem op die paal zitten. Pas op dat hij niet in het verkeerde gat glijdt. Kong King. King of the Castle. Kijk hier. Ahoe. Epic. Heel erg epic. Ja, die fertilizer moet er dus weer even opnieuw in. Hello, take these, man. Eat these. Yes, these, yes. Die eieren, ja, die kan ik even laten uitkomen in principe.
Dan blijven we wel gewoon bezig. Goede flow erin, goede flow. Ik denk niet dat het hier zomaar kan, of wel? Oh, dat waren mijn rare mushrooms die ik daar neergooide. Komen jullie uit, of niet? Komen jullie uit, of niet? Nee, totaal niet. Nee, dat is echt... Nee. Grootste scam van 2024, jongens. Hoe is het met jullie 2024 bingo kaart, jongens? Gaat lekker, of niet? Oh ja, dan hebben we natuurlijk nog de fabricator en alles. Want we moeten wel even de productie aanzetten van de electronics. Je wil dat eigenlijk ook buiten doen, weet je wel? Eigenlijk wil je dat ook buiten, maar dat is niet echt een plekje voor. Ik zou hem nog... Ja, ik kan hem hier niet onder zetten. Nee. Ja, ik kan dit nog wegwerken in principe. Dit is dan nu plek. Kan ik hem ook... los kan wel. Zou hem gewoon zo kunnen doen. Perfecto! Yes! Fabricate bla 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 items hier. Oké, goed verhaal. De generator. Where do we put the generator? En gewoon hier aan de hoek of zo. Alleen niet verder. Right. Gasolina erin. Perfect. Hatsa, we hebben stroom. We hebben stroom. En dit kan er gewoon aan. Ja, en dan kunnen wij nu even... Nou, we kunnen helemaal niet veel, maar... We kunnen even electronics erbij maken. Metal ingots. Nou ja, je pakt dat. Oh, nu wel. Pearls. Ja, ik heb al die pearls natuurlijk in mijn tas. 10.000. Baba. King of the castle hier. Ga dat maar maken. Dit is nice. Dit is nice. Nu kunnen we daadwerkelijk even een hele dikke progressie. Dan kan ik voor nu, als ik me niet vergis... Ik weet nog niet hoe die crane werkt. Oh, die doet de dino's leegplukken. Oké. Hey, die postet heel veel resources. Dit is allemaal weg. Ik heb dan... Ja, deze CP en zo blijft wel allemaal liggen. Is mijn raw metal weg? Volgens mij wel. Eén chitin deposit het. Maar ligt hier nog meer metal in dan ook? Nee, ligt er echt nog één lullige steen. Oh, crystal. Huh? Oh, dit is een crystal orb. Oh, ik weet al hoe het werkt, denk ik. Je moet echt per die dingen, want dat is dan een orbin. Dan moet ik hier natuurlijk gewoon metal gaan kiezen of zo. Zie je nou dat mijn Tetch op is? Wat een scam. Dat is totaal niet waar. Maar Tetch heeft hij dus ook niet gedropt. Oké. Okay. Ik heb ook nog heel veel chitten, dus ik snap het nog niet helemaal. Maar deze hebben dus allemaal varianten. Zie je? Dus de crystal orbin, flint orbin, metal orbin, stone. Ja, oké. Ja, dan begin ik het wel te begrijpen op zich. Nu hier, als het goed is, ook de metal kwijt moeten kunnen. Ja, want dit is nou dus wel echt een metal orbin. Dus hier kan mijn raw metal nu in. Ja, oké, check. En je hebt dan nog meerdere orbins eigenlijk. Dan heb je nog verder crystal, flint, metal, obsidian, stone. Ja, stone is op zich ook nog wel handig om te doen. Ja, lachen. Dat zijn dus echt gewoon van die oude gieterboxen waar je die gewoon helemaal vol kan gooien. Ja, hier moet ik dus nog vooral iets voor gaan bedenken. En ik zie dat gewoon nog niet alles terecht. Heb ik die vaas nog? Nou ja, dan deze. De Imbue Station. Zou heel sneaky in dit hoekje kunnen. Onder het afdak. Nice. Add equipment en upgrade. Kost fiber, metal, ingot en wood. Oh nee. Nou, dat kunnen we wel iets later doen. Oké, en dan willen we dus de stap maken naar excellent dino's. Dus daarvoor hebben we uiteindelijk kibbel nodig. En dat is de allereerste kibbel die we moeten egg farmen. Daar hebben we citronels voor nodig, essences. Maar ook excellent essence trouwens. Oh, ik dacht we moeten dingen killen. Of we moeten dingen temen van excellent. Zodat we excellent essence krijgen. Maar dat is blijkbaar niet zo. Daar moeten we dus ook heel veel dinosaur eggs voor hebben. Dus we moeten wel die oviraptor fixen, zo te zien. En een farm voor citronel eventueel en megroberries. Of ja, dat is allemaal goed te verzamelen, maar goed. Cook meat, ja, oké. Dus we moeten nu wel echt even iets meer gaan focussen op deze progressie. Ik vraag me alleen of je excellent essence krijgt dan. Want ja, we kregen het helemaal niet uit een kill. Nee, gewoon niet. Nee, eigenlijk niet. Je bent echt aan het trippen, maat. Ja, raar, man. Als ik even te denken wat ik daar het beste voor kan doen. Dit ding is ook ziek, maar hier hebben we eigenlijk nu nog niks aan. Zal ik er wel gewoon even neer? Oh nee, ik hoor een storm aankomen. Nee. Oh nee, het regent. Ik heb dus wel excellent soul. Maar we hadden hiervoor nodig excellent essence. Dus ik heb heel veel zielen. En die heb ik dan waarschijnlijk gekregen van het killen. Maar hoe krijgen we dan een essence? Ik ga het even opzoeken. Oh, excellent. Only obtainable by killing T2 boss. Oké, dus only obtainable by killing a tier 2 boss, which you need to craft in Descendant's Smithy. Challenge the excellent boss. En daarna kun je ook de excellent dodo's killen of tamen. Die spannen nadat je de bos hebt gekillt. Oh, oké. En een tier 2 bos is... Oh, je hebt ook nog een tier 1 bos. Oh, generic artifacts. Oh, what the fuck. Waar dan? Hoe heet die? Bos. Ik weet niet. T1 lootbos. Oh, ziek. T2. Challenge the excellent essence. Is dit de? Ja, dus die dodo. Oké. Ja, dan moet ik wel op een ander eiland genoemd. Maar heel misschien kan ik dat met mijn phoenix wel gewoon aan, man. Oh, dat zou heel ziek zijn. Oké, we maken stappen. Die niet. Dus ik wil jou wel maken, maar wat kost jij? Rare flowers. Oh, 50 rare flowers. Ja, wie heeft dat net niet? It was me all along. I do not have, no. Oké, maar dan moeten we dus wel echt even op gefocust. Dus rare flowers, silica pearls, dat heb ik zat. Op dit moment nog even.
Dinosaur Egg. Ja, Rare Mushroom. Waar ga ik die snel verzamelen? Beveldammen. Biedt ze even wat van die parels. Ja, Mushroom en Rare Flower. Heb ik Rare Mushrooms? Ja, die zitten in de crane. Heb ik nog Rare Flowers? Nee. Oké, dus we hebben nu in principe alles behalve één Rare Flower. Eentje. Treurig. Ja, dat is niet helemaal ideaal. Ik bedoel nog echt even wat dingen kwijt, man. Waar kan ik heel snel één Rare Flower krijgen? Oh, even... Ook van een Beaverdam, toch? Eventueel. Hey, bak met steen, gek. Oh, vet. Heel vet. Maak maar gewoon even twee bakken meteen. Kijk, alle bakken. Oké, jongens, we gaan gewoon even op Rare Flower hunt. Ik weet echt niet of ik het aankom met mijn Phoenix. Ik hoop het wel. Nou, flint hebben we nog niet. En obsidian hebben we nog niet. Vet, man. Hier hebben we allemaal orbins. Met gewoon... Ja, daar komen gewoon al onze keien in. Wel vet dat je dat ook echt zo ziet, man. Dat vind ik cool. Oké, ik had steeds maar één chit in die posten, maar ik heb best wel veel chit in. Oh, die kan het ook hier gewoon niet in. Ah, je kan dus ook meerdere barrels maken voor clay, charcoal, gunpowder, salt. Ah, oké. Dus je moet eigenlijk heel veel varianten nemen van alles. Nee, het zie ik. Ik zie ook dat we heel veel vlees moeten hebben, dus laten we ook maar even een grill vastmaken en dat soort zaken. En chemistry bench moeten we echt even naartoe werken. Die is op zich niet heel duur, man. Deze kan ik op zich gewoon al maken. En industrial forge. Descendant industrial forge, holy shit. 10 keer crafting speed. Oh, daar heb ik essence voor nodig. Komen we polymer tekort. En CP. Polymer en CP. CP is een scam. Alleen nog polymer komen tekort. Oh, ja. Dus als ik even polyfix. Easy. Oké, man. Vind ik sterk. Vind ik heel sterk. Dan kunnen we nu gewoon echt even... Jezus, wat een scheid weer. Wow, yo, die kwetsel. Een ordinary kwetsel gewoon, hè. Wat ziet hij er vet uit? Ordinary kan gewoon tamen, toch? Hij is wel laag level, maar die ziet er wel echt heel dik uit. Die trike. Ik ben even een beetje kwijt wat we ook eens aan het doen waren. Dus ordinary, excellent. Nee. We doen de descendant. Ja, ordinary, descendant en dan excellent. Oké, dus excellent moeten we een beetje bij weg blijven. Wacht, hier is gewoon een plas water. Zijn hier geen beverdammen? Lijkt niet echt op een beverplas water eigenlijk. Nee, hè? Nee, niet echt. Er zitten ook weer meteen lijpe draken. Lightning Drake. Ja, dit zijn dus excellent bosses. Daar ga ik gewoon niet mee kloten. Absoluut niet, absoluut niet. Hey, vet veel kristal. Op zich wel even hakken. Wow! Celestial Titanosaur! Wat? Wat is dat ook? Wat gebeurt daar? Hier gebeurt ook iets heel geks. Een Unreal Sabertooth. Oké. Ah, jongens, ik wil het wel veilig houden, hè. Oh, man. Wat is dat dan? Runic Spark Wyvern. Passive Tame. Oh, hier gebeurt heel veel hier beneden. Dit is echt niet heel veilig. Excellent Rex. Divine Allosaurus. Oh, hier zit echt veel, man. Wat was ook eens de killknop? Ik kon die fireballs doen. Maar hij is dood. Maar ik wil ze loot, Ik wil even weten wat erin zit. Stond ik helemaal neer. 22 Wyvern Talons. Absorbent Substrate. Oké. Ja, het is hier wel ook waar. Ik dacht dat hier een beveldam plastisch. What the fuck? Wat is dat? Unreal PT. Oh man, Unreal ziet er echt uit als een zieke tier. Die moet ik gewoon hebben. Wat ligt daar te slapen? Celestial Rock Elemental. Wabba, dit gaat ver, jongen. Dit gaat echt ver. Van de Wat hoor ik? Die PTE komt echt uit het niets. Oh, huh? Abyssal Indominus. Oh, oké, cool. Er zitten Indominus'en in. Weet ik dat ook? Denk ook dat ik daar gewoon ver... Oh, er zitten zoveel sterke dingen dicht bij mijn basis, joh. Echt wegblijven van die handel. Oké, maar waar is... hier zitten toch wel beverplekjes, of niet? Volgens mij vlieg ik er gewoon overheen wat de map steeds maar half inlaat. Oh, man. Ze hadden de center wel echt even iets beter aan kunnen pakken. Dit is een dirty man. Ik ben benieuwd hoeveel mensen de Pyromane daadwerkelijk gaan kopen. Want ik snap wel dat mensen het kopen. Want denken ze, ja, 5 euro en dan ben je toch wat sterker dan de rest. Oh, wat een scam, jongen. Wat een scam. Al deze meertjes zien er niet echt uit als beverdam meertjes op dit moment. Het is heel rotsachtig of zo. Nou, dit is volgens mij wel gewoon de Beaver Dam Lake. Ja, hier zit mijn dilo zelfs nog. Dit is de lake. Ordinary Dung Beetle. Zo, die ding geeft licht. Ja, dit is wel gewoon de place to be. Hé, hey, er loopt iets. Tumpar. Hier loopt iemand. Hier staat een huisje van iemand. Oh, hey. Kom aan, jongen. Kom aan. What the fuck? Is het veilig? Dan ga ik eens even hier binnen kijken. Tafeltje en een dat. Oh, daar vallen bomen om. Dat vind ik niet. Dat vertrouw ik niet. Hier, op zo, Dimitri, met Josso. Hoppa. Gereed. Yes. Oké, we hebben rare flowers. Perfect. Oh. Dit is een logger Castoroides. Wat is dat? Dat is aan de kant, jongens. Aan de kant. Aan de kant. Hoppa! Oh, dit is een sterk, jongen, die logger Castoroides.
Robin, iets speciaals? Nee, hè? Nee. Oké, maar ik heb nou in ieder geval wel de Rareflowers. Dus we zouden de bos kunnen summonen. En dan hoop ik dat we Excellent Soul Essence kunnen krijgen. Wat is deze plek? Er zitten wel heel veel vernieuwingen weer natuurlijk in de map. Zo, hier kun je een sneaky beast neerzetten, jongen. Pff, zo mijn damage, jongen. Heerlijk. Heerlijk. Lekker. Ja, ik zou nog wel één bier van hem willen als het heel even kan. Maar ik ga heel eerlijk zijn, ik zie ze gewoon niet echt. In het water, ik zie geen giant bier. Er zijn gewoon over het algemeen weinig beavers hier ofzo. Beaver! Ik zou ook niet weten waar Jamie woont trouwens. Dat wil ik ook wel even een keer ontdekken. Zo'n trike moet ik dan te zorgen. Ja, ordinary moet ik dan easy kunnen killen. Oké, dat gaat allemaal lekker. Ja, ik vind het ziek man, ik vind het heel ziek. Dus we hebben nu als het goed is alle ingrediënten voor een boss fight. Kunnen even kijken of het echt zo is. Oh, die schoot. Nee, Abyssal Drake. Hell nah, man. Oh, nog een Celestial Rock Elemental. Wat is dat? Remaining time. Oh, er zit hier een bos. Oh, een Excellent Indominus. Nee, is dat hem? Oh no, the anime music is playing again. Jongens, we got to run. Snel, doe je armen naar achter als Naruto en ren weg. Maar eerst liken met je neus. Wat is deze? Dit is de ordinary. Ancient Stego? Is dat de bos? Oh, dat is de bos. Ja, ik ga daar niet mee kloten, man. Ik vertrouw daar helemaal niks van. Oh, jongens, hele leuke update voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Deze week komt de nieuwe merchandise online. En het wordt gewoon een hele toffe set. Dus hou het in de gaten. Ik zal het nog aankondigen. Het kan zijn dat ik het deze week al draag in een van de ARK video's. Nou, we zijn er in ieder geval gewoon weer. Oh ja, die Phoenix die kan ook nog metal farmen natuurlijk, hè. Zo, ik heb even trek. Even denken, wat moest ik doen? Oh ja, hierin. En dan moet jij de flowers hebben en de mushrooms. En dan kan ik nu in principe deze craft. Ik hoop niet dat hij meteen summont. Nee, perfect, gelukkig. En deze, ja, dat kost dan weer hele andere dingen. Rare flowers, rare mushrooms, metal ingots. Ik moet even kijken hoe ik snel rare mushrooms en rare flowers krijg. Want die dingen blijken toch best wel belangrijk te zijn. Hele goede vraag. Ja, geen idee. Ja, we kunnen nu deze bos gaan doen, jongens. We kunnen het doen. Gaan we hem cliffhangeren? Of gaan we hem gewoon doen? We gaan hem doen in de volgende aflevering. Thanks voor het kijken, broeders. Zie jullie dan.